In dit project willen wij onderzoeken of een astmamedicijn het aantal acute cardiovasculaire syndromen, zoals een hartinfarct of een beroerte, kan verminderen. Acute cardiovasculaire syndromen, zoals een hartinfarct of beroerte, is nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse wereld. En helaas zijn de huidige therapievormen niet afdoende om dit volledig terug te dringen. Nieuwe aangrijpingspunten zijn daarvoor nodig en een van die aangrijpingspunten is de mestcel. De mestcel is een cel van ons immuunsysteem, met name betrokken voor zijn rol in allergieën en astma. En hij blijkt ook op te hopen in de vaatwand. Met name bij een ophoping van vetten blijkt ook de mestcel te accumuleren in de vaatwand, wat kan leiden tot de vorming van acute cardiovasculaire syndromen. Die mestcellen kunnen op een bepaalde manier geactiveerd worden. En we weten uit allergieën en uit astma-onderzoek dat dit middels IgE kan gebeuren. Dit IgE bindt dan aan de mestcel, waardoor die cel allerlei schadelijke stoffen zoals proteases en eiwitten kan vrijlaten in zijn omgeving. Allergie en astma wordt al een geneesmiddel gebruikt wat dit IgE weg kan vangen. Dit willen wij ook gaan toepassen in cardiovasculaire patiënten. Wij zullen hiervoor patiënten die een halsslagaderoperatie ondergaan behandelen met een anti-IgE medicijn. Dit is al een geneesmiddel wat voorgeschreven wordt en al veilig is bevonden en zomaar gebruikt kan worden. En we zullen dit geven aan die patiënten. Die patiënten worden een week na de injectie geopereerd en wij kunnen die plaks, die slagaderverkalkingen, uit die vaatwand halen. En daarin kunnen we gaan kijken of we mestcellen kunnen remmen in dit geval. En daarmee kunnen wij ook kijken of wij het aantal acute cardiovasculaire syndromen kunnen verminderen.